Nou, hier achter een goed voorbeeld van een goede waterkwaliteit. Je ziet die drijfbladplanten, de gele plomp in dit geval. Dan zie je een gele lis als oeverplant en een dikke rietkraag van de geleide overgang van water naar land. Nou, als je dat ziet, dan weet je eigenlijk wel zeker dat de waterkwaliteit goed is. Nou, het is vrij eenvoudig om als leek te zien als een watergang gezond is. Ten eerste is het moet helder zijn, dus je moet zeker een meter diep kunnen kijken naar de bodem. Er moeten verschillende ondergedoken waterplanten in het water staan. Er moeten drijfbladplanten in zitten. En als je in het water kijkt, moet je beesten zien zwemmen. Het zijn bijvoorbeeld vissen, kikkers, salamanders. En je hebt een mooie overgang van het water naar het land. Dus een glooiende overgang waarbij je de verschillende soorten waterplanten op ziet gaan naar oeverplanten en naar riet. Nou, wat het waterschap doet om de waterkwaliteit goed te houden, is in eerste instantie een goed onderhoud en beheer plegen. Dus dat je zorgt dat er niet te veel bagger in de sloot staat, dat het op tijd gebaggerd wordt. Dat er op tijd gemaaid wordt, maar ook niet te veel en te weinig, dat er ook nog waterplanten in de watergang blijven. Daarnaast zorgen dat er voldoende water in de watergang staat, door het peil op niveau te houden. En we zorgen voor de goede doorspoeling. Nee, het werk is nooit af. Je blijft je kennis opdoen. Je blijft modellen ontwikkelen voor een betere voorspelling om te kijken van hoe je waterkwaliteit goed kan krijgen.